is een nieuw soort wegenwacht. Eentje die je alleen mag bellen voor je fiets. Ja, dus als je onderweg pech hebt met je fiets, en het maakt niet uit wat, dan komt Fietsnet je helpen. Zelfs om een bandje te plakken. Ben van Kleef is net gebeld over een kapotte fiets op het station van Kampen. Bij de fietsenstalling staat een vrouw met een kapotte kettingkast. Snel zet hij zijn mobiele werkplaats in beweging en rijdt naar de fietser in nood. Goedemiddag, Ben van Kleef. Ali. Probleem? Ja, ik heb de hele kettingkast los liggen. Oké, dan zullen we eens even kijken. Ja. Ben is enthousiast over zijn werk als mobiele fietsenmaker. Mensen hoeven niet meer met de auto op pad, fietsen in de kofferbak. Wij bezoeken de mensen op de plek waar ze op dat moment de problemen hebben. En die lossen we ook ter plek op. Een kwartiertje en het probleem is verholpen. En de klant krijgt er ook nog een gratis advies bij. Heeft u recent nog onderhoud aan de fiets laten plegen? Nee, niet echt. Misschien wel verstandig om dat even voor de winter nog te laten doen. Ik voelde hem al aankomen, ja. Fietsers die van de dienst gebruik willen maken, kunnen een abonnement nemen bij Fietsnet of gewoon per pechgeval betalen. U heeft betaald. Nou, mag ik jou hartelijk bedanken voor de goede service. En veel fijne fietsmakers. Hoe beviel het, de mobiele fietsenmaker? Ja, dit is ideaal natuurlijk. Ik bedoel, ik sta hier bij het station en met een kapotte kettingkast. Dus ja, daar was ik dus eigenlijk nooit op tijd thuisgekomen. Dus dit is een gat in de markt. Voor u nu massaal gaat bellen omdat uw fiets ook gerepareerd moet worden, Fietsnet is nu alleen nog beschikbaar in de regio Kampen-Zwolle. Binnen 2 jaar hoopt het bedrijf een landelijk dekkend netwerk van mobiele fietsenmakers te hebben.